Nou, geweldige plaat. Groot feest iedere keer weer. Chef, jij hebt inmiddels een flinke carrière achter de rug en nog een aantal succesvolle jaren voor de boeg. Als je nou zo terugkijkt tot nu toe, wat was dan een van de hoogtepunten eigenlijk die je hebt meegemaakt? Ja, los van allerlei leuke ontmoetingen, trainingen. Nou, een van de eerste hoogtepunten voor mij was toch wel mijn stage voor mijn studie in Mexico. Ik was heel tegendraads en ik wilde niet een traditionele stage, dus ik riep Mexico. En wonderlijk, na 2 weken werd ik opgebeld dat ze iemand zochten voor Mexico. En daar ben ik heen gegaan alleen. Nou, met uiteraard wel enige voorbereiding, maar het land is totaal anders dan je verwacht als je eraan komt. Maar dat is inmiddels een paar jaar geleden. Dat is 40 jaar geleden. Tja. Nederland was net tweede geworden in Duitsland bij de wereldkampioenschappen. En dat was voor mij een voordeel, want ik was geen gringo, maar ik was een landgenoot van Johan Cruijff. Oké. Okay. En ze waren helemaal lyrisch van Nederlands elftal. Ja. Dat heette Naranja Mechanica. En ik vertelde altijd dat ik een landgenoot was van Johan Cruijff en dan ging het wel goed. Dus wat dat betreft. Ja. Nou ja, het is voor mij een heel bijzondere jaar of een periode geweest, want alles is anders, alles wat je tegenkomt, niks is vanzelfsprekend. Kon jij een beetje Spaans verstaan? Of, Ik ben wel begonnen, maar wat ik in het begin kende was heel beperkt en ik heb daar toen meteen les genomen bij een onderwijzeres die les gaf op de lagere school en dat was prima. Ik sprak het elke dag en op een gegeven moment... Dan gaat het vanzelf op een gegeven moment. Ja, en op een gegeven moment denk je bijna in het Spaans en... Ja, want hoe lang heb je daar gezeten? Totaal 7 maanden. Dat is een behoorlijke periode. Ja. En hoe was de communicatie met het thuisfront? Ja, dat is anders dan nu. Ja, dus precies. Een brief sturen, dat ging 2-3 weken overheen. En eentje terug, dat duurde ook weer 2-3 weken. En bellen op de verjaardag? Ik heb 1 keer gebeld op de verjaardag van mijn moeder. En dat was 3 minuten, dat kostte $50. Dus dat waren nog andere tijden. Zeker, ja. Dus wat dat betreft... En de communicatie was voor de rest 1 keer per week een krant uit Nederland. En dus ik was op de hoogte van alles. En dat was heel wonderlijk hoe dat ging. Dus in november 1974 werd het eerste hondentoilet geopend in Haarlem. En op het moment dat ik het las, was er net een orkaan geweest. En werd buiten op straat een Indiaan hardhandig behandeld omdat hij in de vuilnisbak naar eten zat te zoeken. Dus dat was ook een soort culturele clash. Ja, precies. Ja, dat zijn de dingen die je dan heel erg voelt. Ja. Ja. En voor de rest, ja, alles is anders. Er wordt geschoten op straat, er wordt gevochten. Je wordt anders bejegend. Dus een echte cultuurschok en je was alleen op de wereld daar. Ja, en mijn oudste zoon die heet Paco, omdat ik in Mexico ben geweest. Ah, wat leuk. Mooie herinnering. Ja. We gaan naar een prachtig mooi nummer. Ook heel ver weg van hier. Hier komt Stef Bos met Wiegelied van die Westkaap.